een titel bedenken. Wat wordt de titel van deze vlog? Gratis koekjes. Gratis koekjes van Harmer, dat is een hele goeie. Zo, ik heb nu een video geëdit voor maandag, dus dat wou ik je even op de vlog vertellen. Dat komt komende maandag online, voor jullie is dat dus 2 weken geleden denk ik. En die video, dat zijn alle momenten van de vlog waarin jij voorkomt, achter elkaar geknipt. Ik pak er veel mee. De alles bekende vlog. Heb je de video van maandag gezien? De 10 minuten video waarin al jouw momenten voorbij kwamen. Ik ben wel de hoofdverkrijger. Ja, dus een kwartier lang. Kan ik niet op je banner staan? Ja, eigenlijk moet dat wel, hè. Ja, en nog even een foto maken voor de thumbnail dan. Even goed staan. Ja, zo, dan screenshot ik die even. Dat scheelt weer. Zo, wij worden echt hele bekende vloggers nu. Ja. Ik heb een belletje aan, maar ik krijg gewoon een belletje. Ja, dat is echt, YouTube is echt dom. Ik verloor nu net op 1 dag 18 abonnees. Wat gaan we nou doen als, wat ga je eigenlijk doen als je straks over 1 jaar klaar bent? Of heb je nog geen idee wat je wilt gaan studeren of gaan worden ofzo? Kijk wel. Basisschool leren ofzo? Wel leuk. Dat is wel leuk. Of jij een stagiair wordt dan? Jij gaat ook PABO doen. Ik ga PABO doen. Wordt echt superleuk. Of stagiair. Ja, of cashieren bij de Jumbo is ook leuk. Ik heb alleen niet op de leuze weg. Volg me op Instagram. Kom erbij staan dan. Nee, ik heb zin in ijs. Gaan we ijs halen? Kom, we gaan ijs halen. Ik moet wel een broodje met zijn ijs. Ja, dat kan ik prima wel doen. Ja. Oké. Nee, niet vaststaan, dat is van mij. Dom heb ik dat eerder moeten zijn. Wanneer beginnen we? Ja, als jij, als jij begint. 5, 4, 3, 2, 1. Welkom bij Harmen Frodo vlog nummer... Is dat het? Ja, dat is het. Nou, mooi. Ja, zijn we aan het opnemen? Ja, nu wel. Oké. Zoals René Descartes ooit op een dag heeft gezegd. Ik denk, dus ik ben. Als je jezelf de vraag waarom kan stellen, dan weet je dat je bent. Want als je jezelf niet de vraag kan stellen, waarom ben ik? Dan weet je dus niet of je bent. Snap je? Ja. Precies. Zoals René Descartes zichzelf op een dag vraagde. Ego sum sum ego. Ik denk, dus ik ben. Als je jezelf niet kan vragen of ik ben, dan ben je dus niet. Ja. Dat is mijn logica. Ik ben natuurlijk ook naast mijn schoolwerk, wat ik heel veel doe, ook nog bezig met editen. Ik ga nu een Mannen Lezen de Vrouw aflevering editen en dan wil ik daar een heel grappig stuk in zetten. Want Noah heeft een keer tegen mij gezegd dat hij de serie Mannen Lezen de Vrouw heel leuk vindt. Dus ik wil een beetje zoals een stuk in de vlog van Jeremy van een hele lange tijd geleden een soort trailertje maken voor de vlog. Die post ik dan op Instagram en gewoon kijken wat mensen er dan van vinden. Ik zal nu even dat stukje van Jeremy even erin editen. Don is al sinds klein bij mij, naast mij in de wieg, mijn beste vriend. En nu nog steeds. Hij vindt me soms vervelend, maar hij kan me soms ook wel aardig vinden. Dit is Don en dit is mijn beste vriend. Yo, what up?
2, 1. Hallo kijkers van Harmen Frodo, welkom bij deze nieuwe vlog. Goed zo, top. Ja. Hallo allemaal. Hoi. Kunnen jullie jezelf even voorstellen aan de camera? Nou, als jouw vers trouw zijn, dan weet ze al dat ik het niet ben. Ja, van jou wel, maar van jou niet. Als fans weten van jou, dan weten ze het van mij. Oh? Ja. Wat? Nee, lief. Hij is precies in de score op 69. Ja, dat klopt. Oké. Okay. En wat vinden jullie hiervan? Wat is jullie mening? Zorg er nou voor betere audio. Oké, okay, dan ga je gewoon ja, naar het publiek, dit zorgt voor betere audio. Jonathan. Mogen we op de vlog? Ja, ja hoor. Ja, kom er allemaal gewoon gezellig bij. Kom allemaal erbij. Kom bij de vlog. Hey. Hi. Daniel, wil je ook in de vlog? Kom, we gaan met z'n allebei. Wacht hoor. Alle twee. Hoor je dat nieuwe ding? Ja. Mag dat ook nog een keer pakken? Kan je beatboxen? Heel goed man, bro. Spitfacts. Ja joh. Nou, dit is dus mijn vlog. Mijn dagelijkse Harmen Frodo vlog. Abonneer op mijn YouTube kanaal! Hoi. Is dit een vlog? Dit is een vlog. Wow. Kom ik nu in jouw vlog? Ja. Holy shit, helemaal joh. Kunnen we jou nog ergens volgen? Overal. You know the game. Ah, je moet echt niet kijken naar die filmpjes hoor. Kijk wat Harmen doet man. Met de vlog. Hallo. Hallo mensen, dit is Leon. Kijk eens hoeveel we op elkaar lijken. We zijn broertjes, denk ik, toch? Ja, we zijn broers. Ja, leer mijn broer kennen. Kijk, heb je ook nog ergens iets waar? Kijk, dit is mijn ID-kaart. Kijk maar, kijk. Waarop kunnen mensen jou volgen? Ik ben net even naar de plek gegaan waar ik normaal mijn kranten op moet halen. Dat zou er altijd om 1:05 liggen. Dus ik zit daar om 2:30 zit ik daar. Liggen de kranten er niet. Dat is altijd heel irritant. Want het is niet een maandje wat echt heel veel oplevert of zo. En dan ga ik er toch vanuit dat als ik daar dan ben, dat die kranten daar ook liggen. Want nu fiets je dus weer heen en weer naar dat punt. Zonder dat je er een cent extra voor krijgt natuurlijk, omdat die kranten daar niet liggen. Dus nu ga ik op het laatste punt dat het überhaupt nog kan. Dus om 5:00 daar nog een keer heen. En dan hopen dat dit keer de kranten daar wel liggen. Zo, er is echt hartstikke veel gebeurd vandaag. En dit was eigenlijk de hele vlog van de afgelopen dagen. En nu hoop ik dat jullie het een hele leuke vlog vonden. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende aflevering van de Harmen Frodo Vlogs. Tot ziens! Hallo kijkers van Harmen Frodo. Ik ben hier nu met Hidde, over wie ik de diss-track ga maken. En Hidde gaat jullie zichzelf even voorstellen aan jullie. Hidde! Hidde! En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet.